Serieus, wat gebeurde er net? Ik was niet hier op deze aarde. Hey guys, het is dinsdag en dus is het tijd voor Foefwerk. Ik keek vandaag naar buiten en ik zag de zon en ik dacht, hey, het is eindelijk zomer aan het worden. Nadat het ongeveer 1000 jaar herfst is geweest in Nederland. Ik weet wel, we hebben mooie dagen gehad, maar over het algemeen is het echt gewoon flut geweest. Maar het is nu mooi en dus dacht ik, laat ik een proefwerk in het thema van dit mooie weer doen. Dan ben ik naar de supermarkt gegaan. Ik ben naar de Albert Heijn gegaan en naar de Jumbo. En ik heb daar de gekste ijsjes die ik kon vinden uit de schappen gepakt. En ook afgerekend, dat leek me ook wel handig. Om dit voor jullie te gaan proeven. We gaan vandaag de gekste ijsjes uit de Nederlandse supermarkt proeven. Je ziet hier al een sneak preview van wat ik allemaal heb liggen. En we moeten maar gewoon beginnen. Ik heb er erg veel zin in, moet ik zeggen. I fucking love my job. Ik ga beginnen met iets waarvan ik denk dat ik het niet lekker vind. Want dan hebben we dat maar gewoon gehad. Ik weet niet zeker of dit overal te vinden is of dat het meer een regionaal ding is. Bijvoorbeeld Noord-Holland of zo. Maar dit is ijs van Gekke Henkie. Zo heet het merk. En ja, je ziet het al goed. Er staat drop. Dit is ijs met dropsmaak. En ja, je ziet de kleur ook goed. Dit is donkergrijs. Dat vond ik er natuurlijk heel spannend uitzien. Dus ik dacht, laat ik het meenemen om te proeven. En ik ben op zich best wel gek op drop. Er zijn volgens mij ook mensen die helemaal geen drop lusten. Dus dan is dit helemaal een nachtmerrie. Maar over het algemeen, ik ben niet heel erg vies van drop. Maar ik heb een tijdje terug dropijs op in Milaan. Ik zou er trouwens nog een proefwerk van maken, maar de geluiden zijn wel verpest. Dat was niet zo lekker, dus ik heb niet al te goede hoop. Maar we gaan het zien. Een hapje dropijs. Oh, het is echt lekker zacht. Spannend! Daar gaat ie. Ja, weet je wat het is? Het is gewoon heel vreemd. Het is eigenlijk gewoon alsof dit niet hoort. Maar het is heel zacht ijs. Oh mijn god, ik heb nog nooit zulk zacht ijs op. Het smelt echt weg in je mond. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het echt heel lekker eigenlijk. Het was een soort van gek moment in mijn hersenen dat ik dacht van, dit hoort niet, kortsluiting. Maar het is echt niet slecht. En het heeft iets geks. En daar hou ik wel van. Ik moet dit even laten bezinken. Maar eerlijk is eerlijk, dit is echt heel erg lekker ijs. Ik heb geen idee waar dit merk vandaan komt. Maar bij deze doop ik het om tot het geschenk uit de hemel. De ijsjeshemel. Oké, next. Misschien zag je het al. Check dit. Ik zag dus allemaal Oreo ijsjes liggen in de schappen van de supermarkt. En ik dacht, yes! Dat was mijn eerste gedachte. Tweede gedachte. Super slim van Oreo om ook ijs te maken. Wie zou dit niet willen eten? Al kreeg ik na mijn laatste proefwerk wel echt veel mensen in de comments die zeiden van ja, ik lust eigenlijk geen Oreo's. In dat geval echt, het spijt me voor dat je leven zo leeg is zonder deze koekjes. Vandaag ga ik deze proeven. Dit is eigenlijk een soort van cornetto, maar dan met Oreo smaak. Ah, looks really pretty. Ik vind het ook een hele mooie donkerblauwe kleur. Dat mag ook eens gezegd worden. Zoveel ijs vallende op mijn vloer op dit moment. Wow. Oh mijn god, het wafeltje is donker. Het wafeltje is natuurlijk gewoon de koek van de Oreo koek. Yo, hallo. Hey, hoi. Dit is hoe geluk en blijheid eruit ziet. Denk ik dan. Ik hoop dat het lekker is. Maar het ruikt gewoon letterlijk alsof ik een Oreo heb gepakt. Een klont roomijs dat er bovenop heb gegooid. Waarschijnlijk zal dat even lekker zijn. Maar voor het idee, doen we het even zo. Oh, dat was een teleurstelling. Die koekjes bovenop zijn super zacht. Dat is een beetje jammer. Oké. Heel eerlijk gezegd, ik had veel meer Oreo smaak willen proeven. Ik proef eigenlijk meer roomijs en een beetje koek. En dat vind ik jammer, want ik kwam hier voor de Oreo. Anders zou ik wel gewoon een normale cornetto kopen. Ik ben nog wel even benieuwd wat er in de onderkant zit, want in de cornetto zit hier altijd een verrassing. Of ja, het is niet een verrassing. Het is gewoon altijd chocola. Maar het is wel alsnog een verrassing dat je denkt, ah, zo'n klont chocola. We gaan kijken of dat hier ook in zit en ik hoop dat ik niet mijn vloer onder knoei. Yes! Oh mijn god, en het gaat ver naar boven ook nog. Daar scoren jullie dan weer punten mee, Oreo. I like it a lot, maar even kappen met het slechte Engels teske. I like it, maar ik vind hem toch gewoon niet super bijzonder. Maar ik heb stiekem nog een Oreo-ijsje. Daar komen we straks. Next! Oké, dus dit heb ik eigenlijk gekocht omdat er een soort van jeugdsentiment omhoog kwam. Ik weet niet of jullie dit vroeger hebben gegeten, maar dit heb ik vroeger echt vaak gegeten. Dit zijn kauwgombekers en dit is dus gewoon een ijsje. En zit er onderin een kauwgombal. En vroeger vond ik dit fantastisch, maar ik heb het dus gekocht omdat ik me afvraag of ik het nu nog steeds lekker vind. En dit is hoe het eruit ziet. En het is dus heel zacht. Wow. Het is zo zacht dat ik gewoon de bovenkant van het ijsje eruit trek. Nou, niet mooi meer. Maar er zit dus binnenin een soort van aardbeiensaus jam. En dat vond ik altijd mega lekker. Dus ik ben benieuwd. Zal mijn smaak veranderd zijn? Besef eventjes dat ik hier als volwassene in mijn eigen woonkamer zit. Met ongeveer 10 ijssoorten achter me. En dat ik hier zo zit te genieten van al deze smaken. Oh, wat is het leven mooi. Oké, hier gaat die. Echt een flinke hap, maar ik heb er zin in. We gaan ervoor. Oh god, ik krijg echt gewoon een flashback naar vroeger. Het is echt meer, meer,
meer zoet. En ik zou niet aanraden om er elke dag eentje aan je kind te geven. Maar het is wel lekker. Oh mijn god. Dat aardbeienspul, ik weet niet wat ze ermee doen, maar het is echt goed. Oké, maar het is nu tijd voor het moment waar we allemaal op wachten, namelijk de kauwgombal. Ik kan me iets vaags herinneren dat die kauwgombal altijd een beetje zo gekkig werd, omdat hij dus zo lang in de vriezer en tussen het ijs had gezeten. Ik heb hem er even tussenuit gevist. Oh, ik breek bijna mijn kies. Wat is het? Ik krijg gewoon niet door binnen. Oké. Dat was intens. Dus de kauwgombal was niet raar. Hij was gewoon zo hard als steen. Doordat hij in een bevroren ijsje had gezeten. Hoe is dit goed gegaan vroeger? Stikken kinderen hier niet in? Mijn tanden deden serieus pijn omdat ik er zo hard op moest kauwen. Dit zorgt echt voor veel vraagtekens. Maar goed, los van de kauwgom, dit was echt lekker. Another one, and another one, and another one. Ja, welke zullen we doen? Er is zoveel om uit te kiezen. Dit vond ik er spannend uitzien. En het was, er waren meer smaken die ik er echt heel erg lekker uit vond zien. Wow. Soms dan wordt mijn enthousiasme me iets te veel en dan wordt het een beetje eng. Zeg maar wat er net met mijn stem gebeurde. Zo, heel erg lekker. Er waren veel smaken die ik er lekker uit vond zien van dit merk van Frozen Dutch. Maar dit was de bijzonderste. En ik dacht, ja, ik moet toch wel enigszins een bijzondere smaak hebben. Ik kan niet gewoon aankomen met, hey jongens, dit is aardbeienijs. Oh, het is zo lekker. Ja, oké. Dus ik heb iets leuks gekozen. Dit is de smaak vanille. Oké. Framboos. Lekker. Kletskop. Roomijs. Kletskop, dat zijn koekjes. Ik vind de combinatie grappig. Kletskoppen vind ik grappig, want die zie ik bijna nooit terugkomen in koekjes. In ijsjes bedoel ik. We gaan er nu achter komen of het een goede combinatie is. Wow! Oh mijn god, kijk hoe mooi! Ik wist dit helemaal niet. Wow, freaking pretty. Wow, het voelt echt even alsof er gewoon een eenhoorn uit mijn ijsbak komt springen. Echt heel mooi. Oh, wat een feest. Ja, ik zie dus duidelijk framboos en vanille. En ik zie er wel spikkels in zitten. Dus ik denk dat de stukjes koek zijn. Maar ze zijn wel echt minuscuul. Dus ik vraag me af of ik ze überhaupt ga proeven. Oké. Allereerst, dit is echt heel erg lekker ijs. Yo. Ik kan alleen de kletskoppen niet vinden. Niet aanwezig in mijn ijsbak. Ik wil wel proberen om eventjes iets dieper te graven. Oh mijn god, ik zie het. Kijk, zie je dit? Het is een stukje. Ik had gewoon letterlijk niet verwacht dat er nog meer zou komen. Maar er zit dus echt een stuk koek hier zo. Kijk, zie je hem zitten? Oké, dat verandert de zaak. Volging 2. Wow, smaakt gewoon echt naar kletskop. Kletskoppen zijn dus van die koekjes. En volgens mij zijn ze vooral gemaakt met amandelen. Dus het heeft een soort van nootachtige smaak. Maar ook een beetje boterig. Het is echt lekker. Echt een goede keuze. En dan zijn we aangekomen bij dit cadeautje. Ik zag dit liggen en ik dacht, jij... Ga mee naar mij. Mijn huis, mijn mond, mijn slokdarm, mijn maag. Dit zijn soort van magnums. Ja, het is stom, want het zijn natuurlijk helemaal geen magnums, maar het is duidelijk nagemaakt. Het is ook helemaal niet erg, maar dit is eigenlijk van de Jumbo. Maar dit is dus chocola, karamel, nog meer karamel en karamel ijs. En een klein beetje zout, want ze hebben dus gezouten karamel erin gedaan. En dat is echt... In ieder geval klinkt dit echt zo iets wat je een vrouw moet geven als je iets goed te maken met haar hebt. Hij is ook goed formaat. Echt niet zo groot als een Magnum, maar echt gewoon lekker. Niet te klein, maar ook niet zo groot dat je echt misselijk bent na afloop. Ik vind het top. Nu al. Stel me niet teleur, oké? Oh. Wow. Serieus, wat gebeurde er net? Ik was niet hier op deze aarde. Dit is lekker. Oh mijn god. Als je van karamel houdt, dan is dit het eerste wat je gaat kopen als je de volgende keer de supermarkt ingaat. Er zitten dus aan de buitenkant allemaal stukjes gezouten karamel. Die zijn heel crunchy, dus je hebt lekker iets om op te knabbelen. Vervolgens kom je bij de binnenkant en dan zit er een soort van extra karamellaag onder de chocola voordat je bij het ijs komt. En die is heel vloeibaar. Dus pas op. Vloeibaar, maar wel goddelijk lekker. Kijk, je ziet hem zitten aan de binnenkant van dit stukje. Eerlijk gezegd geef ik iets meer aan de buitenkant dan de binnenkant. Oh, Teskie, ben zo oppervlakkig. Nee, maar de buitenkant is echt... Ik ga geen eens woorden meer gebruiken. Oké. Next! En dat is deze Ben & Jerry's sandwich. Of ja, ze noemen het niet echt een sandwich. Het is een witch. Dit is echt net nieuw uitgekomen dit jaar. En dit is dus een soort van koekje. En er binnenin zit ijs. Of tussen de koekjes zit ijs. Als een soort van sandwich. Dit is de smaak cookie dough. We kennen hem allemaal waarschijnlijk wel. Dit is hoe het eruit ziet. Nou weet ik uit ervaring... Dat koekjes in combinatie met ijs en de vriezer vaak niet zo knapperig meer zijn. En dat vind ik jammer, want ik hou van knapperige koekjes. Maar natuurlijk geven we het een kans en het is Ben & Jerry's, dus wat kan er misgaan? Toch, Ben & Jerry's is echt een soort van de koning onder de ijssoorten. Oké. Ik zei het toch, wat kan er misgaan? Niks. Ik zou niet zeggen van, wow, dit is zo bijzonder. Koop het nu, want je mist anders echt wat in je leven. Maar
Het is wel heel lekker. IJs is lekker ertussenin. En het koekje is een klein beetje knapperig. Een heel klein beetje. Hij is niet helemaal zacht. En dat maakt me zo gelukkig. Ja, het is gewoon heel lekker. Ik zou heel graag mijn mening verder willen uitbouwen. Maar het gaat niet verder komen dan dit. Het is lekker. Oké, ja, ik weet niet wat dit is. Ik heb het maar gewoon meegenomen door de kleur. Het is wederom door het merk Gekke Henkie. Echt een briljante merknaam trouwens. Gekke Henkie. Dit ijs is blauw. En in een ijssalon betekent dat vaak dat het smurfen smaak is. Ik weet niet, dan smaakt het vaak gewoon een beetje naar snoep. Maar ik kan hier dus geen smaak vinden. Er staat letterlijk alleen maar koningsblauw. En dat is alles wat ze me geven qua informatie. Dus ik hoop dat het überhaupt wel een smaak heeft. En dat het niet gewoon simpele vanille-roomijs is. Maar het zou heel goed kunnen. Maar goed, dan heb ik wel geprobeerd. Ik vond de kleur gewoon heel bijzonder. Nou, hopen dat het iets spannends is. Anders zien jullie het snel genoeg aan mijn gezicht. Wow. Ik heb geen idee wat het is, maar er is echt iets geks aan de hand met dit ijs. Het is een hele gekke smaak. En het is volgens mij wel gewoon vanille-roomijs. Nee. Je slikt het door en dan zit er echt iets heel erg geks aan die smaak. Zo achter in je keel, zodat je denkt zo van, wow, dit is anders dan ik het gewend ben. Ik vind het niet zo lekker eigenlijk. Ik weet niet waar ik het mee moet vergelijken. Als iemand dit merk kent en weet wat voor smaak dit is, vertel het me. Als dit Gekke Henkie's normale vanille-roomijs smaak is, dan ben je wel een klein beetje gek. Gekke Henkie. You really crazy man. Oké, we hebben er nog twee over. Zoals ik net al verklapte, we hebben nog een ander Oreo ijsje. Maar we hebben ook nog de Angry Birds knetter ijsjes. Die ga ik voor het laatst bewaren. Allereerst de Oreo Magnums. Zo zien ze eruit. Ik ben benieuwd of het ijsje echt zwart is of dat het meer donkerbruin is. En ik hoop met heel mijn hart dat deze lekkerder is dan die Cornetto. Oh, hij is echt zwart. Of nee, het is niet echt zwart. Kijk, dit is mijn haar. Mijn haar is niet zwart. Mijn haar is echt heel donkerbruin. En deze is nog lichter dan mijn haar. Dus eigenlijk is het niet zwart. Maar goed, genoeg over de kleur. Heel eerlijk gezegd, het is een beetje een lelijk ijsje. Ik wil niet bitchen of zo. Maar het is eigenlijk gewoon een klein beetje een misboksel. Echt een lekker woord. Misboksel. Ik ben heel benieuwd. Oké, iets geks was wel gaande in mijn verwachtingspatroon. Ik dacht dus dat dit een soort van laagje chocola zou zijn. En niet dat dit letterlijk gewoon een stuk koek zou zijn. Maar dit is gewoon oprecht een stuk koek. Geen chocola gaande. Oh mijn god, shit. Oh. Of heb ik het fout? Zit er wel chocola in? Nee, ik dacht dus dat dit chocola zou zijn. Maar dit maakt het alleen maar beter. Dit is dus gewoon een laagje hele dunne Oreo koek. Wow, wel heel bijzonder. Oh, ik begin wel een beetje misselijk te worden. Ik leg deze heel verstandig nu weg. En dan tot slot de Angry Birds knetterijsjes. En ik was eigenlijk op zoek naar meer knetterijsjes, want ik heb die laatst nog gegeten. Tenminste, in ieder geval een paar jaar terug heb ik ze gegeten bij Vera thuis. Knetterijsjes. Maar ik kon ze gewoon niet vinden. Maar goed, gelukkig kon ik deze vinden. Het lijkt een beetje op een raketje, maar de bovenkant, dat is dus chocola met knetterspul erin. Vreemde combinatie, maar we gaan het doen. Heel benieuwd. Oh. Ik hoor letterlijk echt zo heel ver op de achtergrond hier en daar een knettertje. Maar er is niet heel veel gaande. Why do this to me, Angry Birds? Ik had er zoveel zin in. Ik bedoel, het zit er wel in. Het knettert wel, maar het is echt minimaal. Nou, dit maakt me echt verdrietig. Het waterijsje zelf is wel heel lekker. Nou, ik vind het niet leuk om te eindigen met een teleurstelling. Maar ik kan echt niet meer ijs eten. Oh, ik ben echt gelukkig als ik de dag doorkom zonder te kotsen. Oké, nou dat was de grote ijsjesproefwerkaflevering. Wow, oh, dat waren echt veel ijsjes. Ik heb echt het gevoel dat elke keer als ik zo'n aflevering maak, dat er echt zo'n kinderdroom van mij in vervulling gaat. Wat mij betreft is de winnaar absoluut deze. Hij is echt wel heftig en intens, maar het is het proberen waard. Jeetje minetje. Het lijkt me redelijk vanzelfsprekend dat ik jullie niet een ijsje kan opsturen per post. Oké, ik zou het kunnen versturen in droog ijs in een hele grote doos, maar... Ain't nobody got time for that. Maar ik heb wel iets anders heel erg leuks wat ik jullie vandaag ga weggeven. Dit is een website, www.flirters.nl. En zij verkopen tasjes. Hele leuke tasjes met allemaal flirterige zinnen erop. Met dan de bedoeling natuurlijk dat je een ander een beetje laat lachen. En dat je wat meer liefde en vriendelijkheid in de wereld brengt. Dus we hebben bijvoorbeeld dit tasje. Kom je hier vaker? We hebben deze. Kusje. Nummer 3. Psst. Daten. En de vierde. Ken ik jou niet ergens van. Ik vind het super leuke tasjes. Het zijn van die canvas tasjes. Dat is mega handig. Je kan ze overal mee naartoe nemen. Ik gebruik dit vaak om mijn boodschappen in te doen. Zodat ik geen plastic tas hoef te kopen. En ik vind ze heel leuk. Dus als je er hier eentje van wil winnen. Laat dan een comment achter. Maakt niet zoveel uit wat er in de comment staat. Ja wacht. Ik ga iets verzinnen. Vertel me je beste openingszin. Ik vraag me überhaupt af of er in deze tijd nog wel eens een openingszin wordt gebruikt door iemand. Maar goed. Omdat dit van die flirttasjes zijn. Vind ik wel heel grappig. Laat het achter in de comment als je zo'n tasje wil winnen. Like de video en abonneer op mijn kanaal. Zodat ik deze video's kan blijven maken voor jullie. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot snel. Dankjewel. Hartjes. Bye.